Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Vandaag hebben jullie voor mij bepaald dat we even een keertje op woensdag gaan uploaden, aangezien het 1 april is. En dat betekent dat er een soort grappig was uitgehaald. Dit keer is het dus dat ze aan het bezuinigen zijn en dat we enorm klein zijn. Maar we zijn... Oh my god. Ja, we zijn wel even snel. Dat is wel leuk. Wat kunnen we nu... Ik ga kijken of we zeg maar door gebieden heen kunnen waar we normaal nooit heen kunnen, zeg maar. Dat vind ik wel heel tof. Wat ik dan wel grappig vind is als je afstapt. Dan wordt je ineens heel groot. Dan is je paard heel klein. Oh, vind ik zo zuur. Het is nog niet eens een minuut. Kom op, jongens. Oké, wat ik dus wilde zeggen is... met afstappen, dat is gewoon super grappig. Dat je dan één keer groot wordt. En die teugels zijn ook echt super lang. Heel weird, but sure. Hopelijk krijgen we niet de hele tijd weer netwerkfouten. Dat gaat super vervelend worden. Maar wat er is niet heel veel nieuws in deze update trouwens. Behalve ja, de 1 april grap natuurlijk. Wee. En wat ook grappig is, je bent net zo groot als een huisdier. Ik vind het wel jammer, want nu kan wat iedereen anders ziet je zeg maar even groot. Ja, voor andere mensen ben je niet zo klein. Het had mij veel leuker geleken om de rest ook zo te kunnen zien. Weet je wel, met allemaal mini paarden. Dat lijkt me zo onwijs cute. Oh my god. Maar wat er dus uit is, is een nieuw item. Ik ga even naar groot hoor. Omdat ik ga zo weer lekker klein zijn en rijden. Omdat ik even natuurlijk wel de item wil kunnen zien. Als ik hem haal. Verder hebben we het dagboek van Catherine. Wat een extra hoofdstuk uit is gekomen. Ik weet niet hoeveel. Maar dat gaan we zo zien. Even kijken. Dit is nieuw. Dit is de broek. Heb ik dit allemaal gehaald? Nee hè? Zo. Als mensen weer vertalen. Ja, weer vertalen. Ze is pretty vol. Maar dat ga ik een andere keer wel uitzoeken. Ik ga de broek even laten zien. Dat is deze. Hij staat helemaal niet met het setje. Maar maakt niet uit. Ga ik weer mijn zwarte rijbroek aandoen. Want aangezien alles zwart is nu. Ja. Wat ik dus dacht om te doen. We gaan even naar Jarlheim. Is om tijdens de stream van dinsdag. Mocht je dat nog niet weten. Ik heb mijn schema een beetje aangepast met uploaden. Dus elke zondag en donderdag komt er een video. Elke donderdag dan zeg maar normaal een update video. Dus alleen nu is omdat 1 april is. Vond ik het leuk om op 1 april te doen. Ik zal ook weer even small boy zijn. Small boy. En ja, met hoe heet het update dacht ik van. Nou, ga vandaag even woensdag doen. Nee, dubbel gezegd, maakt niet uit. En dan ga ik op dinsdag, middag, ga ik naar school even live. En dat kan trainen zijn, maar ik dacht dan dit keer gaan we gewoon weer die dagboeken bij elkaar verzamelen. Ik weet ook niet hoeveel hoofdstukken er nu uit zijn gebracht. Ja, er liggen al 4 hoofdstukken. Oké. Dan hebben we dat te doen dinsdag. Even kijken. Misschien dat we er eentje kunnen vinden. Dat lijkt me wel leuk om te doen. De Dino Verlui, Epona, Goudreuf en Goudreuf Verlui. 4. Maar zijn er toch... Oh, wacht. Hij mist wel. Ik wou al zeggen. Oké, het zijn weer 40 die we moeten zoeken. Dus op zich wat te doen. Ik denk dat we dan even door Mistval gaan rennen. Als een small boy kunnen we ook door andere dingen heen, zeg maar. Die je normaal nooit doorheen kan met je paard. Kijk, hier zit natuurlijk een scherm. Maar het zou mij leuk lijken, kan je onder hindernissen door? Denk het niet, het zou wel grappig zijn. Want als je zo klein bent, kan je bijvoorbeeld in de rijhal niet over een hindernis springen, denk ik. Let's go try out. Ik heb net een rij al en dan een mistval.
Want, ja, nou oké, misschien dat we die er mis van gaan. Weet ik nog niet. Wel eventjes even rondrennen voor 5 minuten. Even lekker kletsen over volgende week. Kijk, want nu Ayla en Umbra zijn er nog een week. Die gaan volgens mij volgende week weg. En dan hebben we Josh. Die gaat dus zijn eigen locatie openen in Vicgrove. Dus dat is wel heel vet. Oké, ik spring. Wow. Sprong ik er nou overheen? Of doorheen? Ik sprong er doorheen. Oh my god. Dat is echt hilarisch. Oké, ga kijken of ik een foto kan krijgen. Oh my god. Dit is geweldig. Oh my god. Kijk hoe smal. Dit is echt fantastisch. Ik weet niet wat ik... Ik vind die car update nog steeds wel een van de leukere 1 april grappen. Maar ik vind dit ook wel heel grappig hoor. Je ziet niet eens dat ik daar zit. Oh my god. Oké, ik sta vast. Maar goed, we hebben dus Catherine. We kunnen gewoon de Gouden Heuvel heen gaan, omdat ik daar nu toch naast sta. Wat doen wij moeilijk? Maar Josh gaat zijn eigen western locatie openen. En dat betekent dus dat we een soort van nieuw stal is hebben om te ontdekken. Hopelijk ook een leuke rijbaan en leuke dingen. Want ik heb dus ook gezien in spoilers dat er nieuwe hoofdstellen uitkomen. Nieuwe beestbeschermers, nieuwe halsters zelfs. Maar als je dat wil zien moet je even een video opzoeken. Want ik ga niet voor iedereen spoilen. Dat vind ik ook niet eerlijk voor iedereen. Dus moet je gewoon op YouTube opzoeken of op Insta. Op YouTube is makkelijker op te zoeken, maar ik heb heel veel dingen al gezien. Het is dus een Bozo hoofdstel. Western halsters. En ook nieuwe realistische western zadels. Dus ik vind ze heel tof. Dus ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ik heb ze wel gezien hoe ze eruit zien, maar ik wil het in het echt zien. Nou ja, in het echt... Zeg maar in SSO zelf. Dus ik denk dat je dat wel begrijpt. Ik vind het zo grappig dat hij door al die hindernissen heen gaat. Maar mijn hoofd, ik vind het niet zo grappig. Omdat het gewoon niet klopt, zeg maar. Hé, hey, waar zijn de zielstenen? Zielstenen, zielen, dingen gebeuren. Noem ik het? Ik weet niet, het zijn vlinders of zielstenen? Oh, dat is die herinneringen. Dat zijn vlinders. Wow! Oh ja, tuurlijk. Het blijft een magisch paard. Oh my god. Ik ga hier doorheen rijden. Want mijn idee zegt dat het daar wel wat is. Maar ik durf het ook niet te zeggen. Oh, dat is dan niet hierin. Want hier heb je niet zoveel. Maar goed, Josh gaat zijn eigen locatie openen. Dat is de update van volgende week. Daar ben ik heel benieuwd naar. En er was ook een spoiler uit dat er misschien nieuwe paarden komen. Hoera. Ah, daar is er één. En dat zijn ook western paarden. Die komen dan waarschijnlijk bij Josh te koop te staan. Kijk of we hier nog eentje kunnen vinden. Dat zou heel leuk zijn. Want ik dacht van hier is het zeg maar de rit van het licht en zo. Dus hier is sowieso wel wat gebeurd met haar. Denk ik. Of met Catherine, maar goed. Wee. Mij leek het dus leuk om dit allemaal in de livestream van dinsdag te doen. Dus wil je erbij zijn, dan kun je om 12 uur ons joinen. Kijk, hier heb je er nog één. Wee! Op dit tempo kunnen we ze allemaal vinden in deze video. Nee, ik denk het niet, maar ik snap wat ik bedoel. Even kijken, want is er op de brug, kan er nog één zijn? Ik ga even hierin. Kijk, want daar is er weer één. Jongens, dat ben ik goed. Wow. Nee. Maar ik raak mezelf meteen weer af omdat ik iets vind, weet je. Nee. Nee. Nou goed, ik ben... Het is ook niet heel moeilijk om dit te zoeken of zo. Vind ik zelf persoonlijk. Kijk, aan die kant kon je niet heen. Dus dan gaan we lekker over de brug heen. Om weer naar beneden te gaan. En we hebben er nu alweer 3 gevonden. Alleen dit gebied al. Dat is wel bijzonder. Kijk, nummer 4. Nou, nog 6 en dan hebben we alles vol. Kijk, wat is deze kant op heen? Kijk,
Oké, we gingen net die kant op, dus dan gaan we nu gewoon even hier de trail af. Er is zoveel hier. Eigenlijk, als je het zo bij elkaar neerlegt. Ik wil trouwens naar beneden. Dus ik weet niet of dat veiliger is om via... Ja, oké, kan ook zo te doen. Dan hier naar beneden. En dan via het andere pad terug naar de stal van de Gulden Blad. Oei, dit is mooi hier. Dit is heel mooi hier. I love dit gebied best wel erg. Kijk, daar kan je heen, daar kan je al... zoveel mogelijkheid, jongens. Waar gaan we heen? Je kan daar erin, je kan hier. Dus ik ga gewoon dit pad volgen. Kijken waar ik uitkom. Volgens mij is dit een main course, dus die hou ik gewoon even aan. Omdat dit zeg maar de lichtritpad is... En dat maak ik met Druid, hou ik deze even aan. Ik denk dat er nog best wel meer te vinden is hier, maar dat durf ik nog niet te zeggen. Ik had er wel eentje hier verwacht trouwens. Nou, jammer. Je kan daar erin, je kan hier naar beneden, daar weer. Ja, dus even kijken hoeveel we er nu hebben. We hebben er 4. Ja, dat is nog best wel goed, toch? Ik weet het wel, voor eventjes een rondje rennen. Gaan we naar de Gulden Blad. Is er sowieso wel eentje, denk ik. De stal. Zo, rennen we nu even heen. En dan gaan we deze dag gaan we dus alles zoeken. Vind ik wel een heel leuk idee. Oh, vissen. Dat heb ik ook al heel lang niet meer gedaan. Ja, deze gaan we dus op zoek naar de dagboek. Wat vind ik leuk. Vorige keer ook in een stream gedaan. En vonden mensen ook heel gezellig en leuk. Dus waarom niet? Jo. Ik rijd nog even een rondje langs het Guldenbladstal voor eventueel wat sparkles, vlinders, dingen. Oh my god, ik ben onder water. Ja, ik ben onder water. Kijk dan. Oh, dit is fantastisch. Ik zie niks. Ik hoor ook niks. Ik had wel verwacht dat het helemaal vol zou zijn hier. Met memories. We gaan even een rondje om het strand heen. We hebben Gouden Heuvelvallei ook. Niet de hele Gouden Heuvelvallei. We hebben nog het bos. Daar hebben we nog niet geweest. We zijn nog niet bij Pie geweest. Ik denk dat daar ook al iets is. Aangezien die altijd wel iets te maken heeft met de Druids. Maar meestal hoor je een geluid als je in de buurt komt. En dat hoor ik dus nu niet. En dan best wel een afstand, denk ik. Die hindernis, oh my god. Nou, ja. Het is dat de update niet zo groot is en de prank ook niet zo dusdanig groot is dat het een wow-factor heeft. Maar we gaan hierbij ook de video afsluiten. Ik ga lekker hier verstoppen. Iemand heeft mij dus blijkbaar gevonden. Ik weet hem. Wat weet je? Vertel mij, geef me je informatie. Met die caps. Volg me. Oké, we gaan Christine even volgen. Blijkbaar is er dus wel eentje hier. Maar ik wou dus even afsluiten. Laat een leuke reactie achter. En laat ook weten of jij er bent deze dinsdag. Met de stream. Oh ja, er is inderdaad eentje. Nou, dankjewel Christine. Nou, Christine heeft laten zien dat er nog eentje was. Ik heb er in totaal 5. Super tof. Maar ik wou afsluiten, mijn camera viel uit. Echt super tof. Maar goed, vergeet niet te liken, te abonneren. En laat een leuke reactie achter of jij er dinsdag bij bent. En dan zie ik jullie bij zondag video. Tot dan. Houdoe.